in die driehoek, daarin worden wij uitgenodigd om uit te leggen waarom wij deze hoeveelheid zorg en precies deze inhoud verantwoord vinden. En dat is het zorginkooptraject. En geleidelijk aan, anders dan voorheen, krijg je een situatie waarin onze licentie niet meer voldoende is om ook een garantie te hebben om zorg te verkopen. Met andere woorden, ja, wij voldoen aan alle voorwaarden, maar dat wil niet zeggen dat ook de zorgverzekeraar de zorg ook inkoopt. En een mooi voorbeeld van het huidige moment is de complexe oncologie, complexe kankerbehandelingen, bijvoorbeeld maagkanker, slokdarmkanker, alvleesklierkanker, dat daar zorgverzekeraar zegt van nou, dat wordt nog in Brabant bijvoorbeeld op 10 plaatsen gedaan. Dat willen wij graag terugbrengen tot 1, 2, maximaal 3 plaatsen. Dat betekent dus dat die zorginkoop dan ook een actieve rol krijgt. En die beweging zien wij op dit moment in hoge mate zich voltrekken. Dat is de as met de zorgverzekeraar. De as met de patiënt. De patiënt wil toenemend begrijpen wat precies voor zorg wordt geleverd. Wil weten, is die goed, slecht? Welke kwalificaties kun je er nog meer aan verbinden? Bijvoorbeeld mensgericht. En je ziet ook die beweging, dat in toenemende mate door prestatieindicatoren, indicatoren of anderszins wat meer kwalitatieve maten worden verbonden aan de zorg die wij geven aan de patiënt. En dit betekent voor het ziekenhuis een forse aanpassing op de veranderende rol in vergelijking met vroeger, waarin eigenlijk de zorg met de patiënt door de zorgaanbieder, door het ziekenhuis, werd ingevuld en de zorgverzekeraar dat gewoon inkocht. Als u zegt in een gesprek met een verzekeraar word ik uitgenodigd om in gesprek te gaan, dan kan dat een behoorlijke streep zijn door een ambitie van een ziekenhuis. Zeer zeker. En uitgenodigd klinkt ook nog wel wat vriendelijk, maar waarom ik dat woord vriendelijk zo vriendelijk gebruik, uitgenodigd is omdat je ziet dat zorgverzekeraars die rol nog niet voldragen oppakken. Zij zeggen nu wel, god, wij willen graag deze ombouw. Nou, heel ruig op dit moment speelt het sluiten van SIH's in Nederland. Bijvoorbeeld in Sittard, een recent gebouwd ziekenhuis, full facility, helemaal opgetast, wordt nu plotseling die SIH gesloten. Maar wat betekent dat precies? Wat betekent dat voor dat huis? Wat betekent dat voor de patiënten in de omgeving? Die gevolgen zijn enorm. Er is nog weinig over doorgedacht, weinig ideeën over hoe precies vorm te geven. En als je het aan een gemeenschap, een dorp, een stad, de burgers moet uitleggen dat ze in plaats voor spoedzorg, in plaats van 5 minuten, nu plotseling 15 of 20 minuten moeten reizen, is de vraag een beetje of dat eenvoudig is. En daar hebben we nog weinig ervaring mee. Een zeer groot potentieel verwacht ik van de ongeïndiceerde zorg. Waar heb ik het dan over? Diverse onderzoekers hebben in de afgelopen jaren in de Verenigde Staten, in Nederland, in Europa laten zien dat zo'n 20, 25, 30% tot zelfs 33% IHI komt met die cijfers van de zorg die wij nu leveren niet of zelfs gecontra-indiceerd is. Dat betekent dus dat tot 1/3 van onze diagnostische en therapeutische verrichtingen gewoon niet nodig zijn. Dan zou je zeggen, nou stop dat dan mee. Dat is niet zo eenvoudig. Daar zijn tenminste de elementen van de professional die ook op handelen gericht is, het ziekenhuis dat voor wat betreft omzet daarvan afhankelijk is en eigenlijk op de eerste plaats de patiënt die denkt dat meer nog beter is. Niet elke patiënt heeft het vermogen of de wil of de informatie om te zeggen, nou is dit wel nodig en is het niet verstandig om ermee te stoppen in plaats van door te gaan. Dus enerzijds hebben wij het inmiddels in onze genen om voortdurend te kijken of het slimmer kan. Er zijn ook uitvoerige programma's en daar boeken we ook succes mee. Anderzijds denk ik dat er nog heel veel potentieel zit daar waar het gaat om zorg die niet nodig is. Het is een populatie die wij bedienen van een kleine 500.000 mensen. Dan kun je je niet permitteren om niet de brede basis te verzorgen. Dat betekent eerste hulp, vrouwen met borstkanker bijvoorbeeld, suikerziekte. Dat zijn allemaal aandoeningen, blinde darm. Ik kan heel lang doorgaan met brede basis. Daarbuiten heb je een aantal zaken waar de Tilburgse ziekenhuizen gefuseerd nu actief zijn en ook een groot regionale functie hebben. Nou, om er 3 te noemen. Het hele neurodomein is een voorbeeld waar wij een populatie van zo'n 2,7 miljoen Nederlanders bedienen. Neurologie, neurochirurgie met name, tot ver buiten de grenzen van de provincie. Dus dat is een duidelijk zwaartepunt wat groter is dan de directe adherentie.
Cardiologie is ook een domein waar wij toch het volledige arsenaal willen aanbieden. Dat is een tweede speerpunt wat we natuurlijk bij ons toe hebben getrokken. En de laatste is de traumatologie. En ook daar geldt dat je een adherentie hebt van tot en met de provincie. En de zware ongevalslachtoffers hier ook zult kunnen verzorgen. Je ziet ook dat toenemend uit de hoeken van de provincie de patiënten hier naartoe komen. Natuurlijk ook omdat het logisch past bij het eerstgenoemde neurozwaartepunt. Omdat zware ongevalslachtoffers vaak ook hersen- of schedelletsel hebben. Bij specialisatie hoort dan ook dat je misschien dingen liever niet meer doet. Ja, wij stoten ook inderdaad dingen af. Als je spreekt over complexe oncologie, dan weten wij dat we hier inmiddels terecht geen alvleesklier operaties meer doen. Dat is weinig voorkomend en zeer complex. Nou, een hele hoop andere aandoeningen waarvan we zeggen, ja, dat hebben we in het verleden wel gedaan, maar daar moeten wij mee stoppen. Simpelweg omdat we daar te weinig scholing, ervaring in hebben. En wil je echt tot grote aantallen komen, dan is dat niet verantwoord. Een spannend iets op dit moment is dat wij vinden dat we aan de grens zitten van maagkanker en maagoperaties. En zeggen dat kunnen we alleen doen als we ons aantal zo'n beetje verdrievoudigen. En daarover zijn wij nu met de ziekenhuizen in het Brabantse in overleg om te zeggen, oké, gaan we dat hier doen? En dan betekent dat we alle zorg van een groot gebied van Brabant voor deze patiënten hier naartoe halen. Zoals wij ook over een aantal andere specifieke aandoeningen met hen spreken om het naar hen toe te. Bijvoorbeeld de melanomen, de huidkankers, die verschuiven zo ook. Kortom, we zijn met een totaalspel bezig van het verdelen op basis van ja, waar dan de zwaartepunten terecht kunnen worden gelegd. Het spanningsveld zit in het punt dat wij wellicht steeds groter worden en daarmee wat minder toegankelijk. De andere kant wordt dat royaal gecompenseerd, ik zou zeggen fors overgecompenseerd, dat ons kennis- en kundeniveau daardoor toch state-of-the-art is, volgens de meest recente inzichten. Dus wij zullen moeten zorgen dat wij die kant van herkenbaarheid, liefdevolle zorg, nabijheid, dat we die voldoende aandacht geven. En daar steken wij veel energie in om naast de ontwikkeling van dat hogere vaardigheden, kennis- en kundeniveau, dat wij ook de basisvaardigheden, hoe ga je om met een patiënt, wat betekent het om in zo'n ziekenhuis te liggen, om dat ook adequaat te adresseren, om daar zorg aan te besteden. Nou, wij zien hier dat het toch, ondanks het feit dat het allemaal zich meer in de techniek, in de complexiteit begeeft, dat je goed aandacht moet hebben voor de hele mens. En nabijheid, compassie zijn dan thema's die je echt moet adresseren. Hoe hebben we dat nou gedaan? We hebben hier een uitvoerig programma in Tilburg opgestart. Wat gaat over het lief ziekenhuis. Nou, dat klinkt wellicht wat zweverig of wat onhelder. Maar het komt erop neer hoe jij vanuit jouw professionele positie toch ook de perceptie van de patiënt goed kunt wegen in zoals je een patiënt benadert, behandelt. En daar is ook een uitvoerig onderzoeksprogramma aan gekoppeld en daar leren we bijzonder veel van. En een van de dingen is dat simpele gedachten van, nou ja, een patiënt die kan toenemend voor zichzelf opkomen of kan het internet wel even raadplegen, dat niet juist is. Het is nog steeds zo dat een patiënt van nature een hele kwetsbare positie heeft, een afhankelijke positie, en dat alleen wij vanuit onze zijde daar goede zorg aan kunnen geven als we het onderzoek heel goed realiseren. Als we daarvoor scholen, trainen, terugkoppeling geven aan elkaar, elkaar ook observeren. Al dat soort elementen zijn nodig om dicht bij die patiënt te komen. En voor zover ik weet, is daar het Tilburgse ziekenhuis wel vrij uniek in om daar zo expliciet ook aandacht aan te geven. Niet dat anderen dat niet doen, dat gebeurt natuurlijk ook, maar wij hebben het wel buitengewoon thematisch neergezet en uitgewerkt.